die naar deelnemers in de tweede band, Chivon en Saar, en die beginnen te bewegen. En dus is de start gevallen. Start valt en die begint met een galoppade van Saar. En Saar moet snel gaan draven, anders is voor Saar de koers voorbij. En kijk eens wat een voorsprong die Kees heeft. Kees is inmiddels bij het Tjarda-bord voorbij, is dus inmiddels halverwege de Tjarda-bocht. En Kees ligt er een straat voor. Als u nu zou kunnen zetten op Kees, zou u het waarschijnlijk doen. Maar kijk straks even wat er van achter komt. Uitgeschakeld nummer 3, 3 galop. De 3 is eruit, Saar. En uit de staart van het veld komt Björn naar voren. Björn van der Blonk met Petra. En die gaat nu door naar plaats 3. Koploper hebben ze nog altijd niet echt in zicht. We zien uit de staart van het veld ook Stanley komen met Christa Lauwersheimer. En zo gaan de ponies de laatste bocht door. En de deelnemer die inmiddels de rechte lijn in is gekomen is Kees. Kees heeft nog altijd die voorsprong. En Aaron Daanen denkt, nou, we gaan erin geloven. Het kan wel eens gebeuren vandaag. Die voorsprong blijft nog altijd. Deelnemers die daarachter proberen in te lopen, die hebben daar wat moeite mee. We zien daar een galoppade, korte galoppade van Petra en Björn van der Blonk. Er moet niet nog een galoppade bij komen. En dit is de koploper, dames en heren. U mag rustig applaudisseren. Misschien gaat Kees daar wel harder van. Kees kan iedere steun gebruiken op dit moment. Aan de buitenzijde komt naar voren Petra en Björn van der Blonk. Die gaat door naar plaats 2. Het is Kees die nog altijd leidt, maar Kees doet alles in zijn eigen tempo. Daar staat Kees onbekend en aan de buitenkant komt Petra dichterbij. Petra heeft wel zin in Kees, wil Kees wel met huid en haar gaan opeten en gaat dat ook doen. De buitenzijde komt Petra dichterbij, is nu naast Kees en is Kees voorbij en maakt een korte galoppade. Draaft inmiddels ook weer, kijk even aan de buitenkant, want daar komt de kampioen aan. Stanley met Christa Lauwersheimer. Leiding is in handen van Petra. Petra maakt weer een fout, dat is de allerlaatste die hij mag maken. Daar komt aan de buitenzijde Stanley en op de streep wint Stanley. Stanley wint. Voor Petra. Mooie finish. En we gaan uiteraard de winnaar huldigen, dames en heren.